In 2020 werd deze gedenksteen onthuld en daarmee wordt het verhaal van het Zeister Achterhuis voorgoed bewaard. De familie van Riessen woont in de villa Benesita aan de Montaubanstraat. De van Riessens hebben 5 kinderen, maar zien toch kans om een Joods gezin op te nemen en een onderduikplaats te bieden. Benesita is een groot huis, gebouwd in 1888. Het heeft veel ruime kamers, een grote zolder en een goed verstopte schuilplaats. Op zolder hebben ze een ruimte gevonden, een ruimte wat niet gebruikt werd. Een ruimte tussen verdiepingen in. En daar hebben ze van de vloer hebben ze opengemaakt, opengezaagd en hebben ze een luik gemaakt en daar ruimte gecreëerd. En de ruimte die is nu nog intact, na 75 jaar. En die ruimte daar, die werd eigenlijk alleen betreden op het moment dat er echt onraad was, dus bij een razzia.